Endeavor Yiga aflevering 1, let's race Pokémon Platinum. Hoe sterk is je sterkste Pokémon momenteel? Dat is level 21. Oh, mijn 19. Dit gaat niet goed. Gengar is wel vet. Maar ja, maar die moet vertreden, hè? Moet je vertreden. Je kan wel met mij rijden. Ja. Geef je niet meer terug. Ja, precies. Nou, ook hem lekker. Ik ben al te lang aan het kutten. Kan niet zo van kutten. Rust zacht, 300 eurotjes. Pijnlijk. Nou, was het wel waard, hoor. Ja, dat begrijp ik. Alle spelletjes ook al door gratis. Ja, nee, ik heb Odyssey gekocht en Mario Kart 8 gekocht. Maar jij hebt Detroit gekocht, die had ik weer gratis. Dus hey, af en ja, toe kijk, dat doet mij wel weer pijn. Echt zo. Maar ja, als ik daarom moet vragen en dan uiteindelijk terug moest krijgen... Dat, ja, het duurde weer zo lang natuurlijk. Ja, ik zag echt gewoon bij jouw kanaal online komen, de godverdomme. Ja, je hebt me echt flink ingehaald toen. Ze ja, make-up uploaden die shit echt al iedere dag. Mensen waren iedere dag aan het zeiken om nieuwe afleveringen. En toch was je al snel en klaar door gewoon ook iedere dag te uploaden en echt afleveringen van 50 minuten lang. Ja, ik had een uur opgenomen en dan knipte ik ongeveer 10 minuutjes eruit, denk ik. Slim. Smart. Echt gewoon de hele saaie kutse die echt super lang aan het lopen was. Echt van oké. Weet je, ik praat met deze Android. Die jongen is gewoon net verdwaald. Hij snapt niks van het spel. Nou, ik had echt. Je had toch een stukje dat je al die tekens moest zoeken met Marcus. Ja. Uren. Nou, dan heb ik uiteindelijk gewoon 10 minuten gelopen dat ik gewoon eentje niet meer kon vinden. Ik dacht achter dat hek, ik dacht van waar de fuck moet ik heen? Overal stond er van, ja, hier moet je niet heen, hier moet je niet heen. Ja, waar moet ik dan heen? Ja, goeie vraag. Spooky Blade. Ik zag echt gewoon 10 minuten, zag gewoon stil te zitten. Geconcentreerd koppie. Ik heb altijd, als ik zeg maar zeg, ah, ik stop even met opnemen, knip het er wel uit. Op dat moment vind ik het altijd. Het is een soort magisch iets. Nou, lekker. Ik ga bijna naar de tweede gym toe, hoor. Weet je nog wat de tweede gym is? Ja. Nee. Het is een grasgym, geloof ik. Tenminste, ja. Ja, maar het maakt er niet uit. Toch? Daar merken we weinig van, natuurlijk. En bij die andere race hadden we wel nog dat het hetzelfde was, toch? Misschien alleen bij gymleaders? Ja, bij gymleaders hadden we gewoon zo gelaten. Maar de Elite Four was wel echt helemaal gerandomized. Dan toen... Ja? Volgens mij wel. Maar nee, geen die idee. Ook gewoon hetzelfde. Die laatste race die we toen deden is ook echt lang. Ik ga even opzoeken hoe lang het geleden was. Ja, ga even. Kijk ook even meteen of de gym. Of de dinges rennen was. Kijk even. Ja, joh. Ze zijn top bezig. Het is niet alsof ik een video aan het opnemen ben of zo. Dit knip ik er wel uit. Goeie. Ja, je kan het gewoon opzoeken. Niet zo luid. Pokémon. Zijn er meer laatste race Pokémon Fire Red video's op YouTube? Of zijn we nog een beetje speciaal? Rotjoch, nou, let's race Fire Red. Hoe durf je, Rotjoch? Weet je wat het mooie is? Hij heeft echt 5 keer of zo de of in ieder geval de playthrough van Fire Red heeft hij 5 keer of 6 keer gestart op zijn kanaal. Gewoon iedere keer weer beginnen met kappen, nice. Ja. Zou ik ook doen. Kijken. Echt ik kan geweldig. Niet zoveel dingen afmaken. En gewoon na een jaar zie je ineens van, hey, ik ga weer Pokémon Fire Red let's play. Hoe durf je zo gemeen te zijn tegen je YouTube-collega's? Ja, maar dat ik moet er gewoon om lachen. Mag toch wel lachen. Oké. Moet dan om huilen. Het is dat ik even niks weet op jouw kanaal op af te kraken, anders had ik het gedaan. Ja, dat de dag kan. Ja, even naar Linktyrus kanaal, even kijken of er nog wat uit te lachen valt. Ik moet tegen een Dragonite vechten en mijn Link gaat dood. Oh, ik flinch hem. Ik heb nog 2 HP. Yes! Ik heb de Dragonite dood. Gefeliciteerd. Pretty cute. Dankjewel. Waar kom je een Dragonite HP tegen dan? In die toren. Ja, die heb ik ontweken gewoon, jongen, de skills. Het is gewoon een half leveltje dit. Oh, en ik moet tegen een Shinx vechten. Shinx. Als het een mannetje is, ik zit dus nu op boos. Het kanaal van een Linktijger. En ik zie, het is allemaal Detroit Become Human video's. Maar laat echt allemaal karakters doodgaan op het einde. Hé, dat is helemaal niet waar. Het einde ging er helemaal niemand dood. Ja, je hebt Henk vermoord. Ja, maar dat is niet het einde. Nee, okay. Dat, nee, in principe heeft hij zichzelf vermoord, dus dan is het niet jouw schuld. Ja. En Luffy ging wel meteen dood. Ja, je hebt je wel opgeofferd en zo. Ja, maar zeg maar, op de kant die ik had genomen, kon hij niet meer blijven leven omdat ik met de boot ging. Als ik van die Peri-familie had genomen, dan leefde iedereen nog langer gelukkig. Kut van mij. Maar ja, ik had weer een goed hart, weet je. Ja, daar kom je niet ver mee in zo'n game. Nee, een goed hart. Nee, absoluut niet. Weet je, ik dacht misschien krijg ik nog een better ending van hey. Je hebt het goed gedaan, man. Nee. Het kind is niet door jou gestorven, maar nee. Nee. Kindersterft is gewoon deel van de ervaring. Hoort erbij. Hoort erbij. Chill. Oh, wanneer je al een tijdje aan het vechten bent, er is opeens een huisje met een of andere chick die gratis je Pokémon hield. Thanks, babe. Ik moet ook tegen die Marowak vechten. Ik loop echt achter weer.
Die heb ik ook geskipt. Of niet? Nee, misschien niet. Ik heb geen idee wat je aan het doen bent. Nee, dat is die van die leider. Oh nee, die moet je, die kan je niet skippen. Nou ja, misschien met Hex of zo, misschien wel. Misschien. Oh misschien. Ja, geskipt, top. Ik kon gewoon wegrennen. Wat mooi geweest van, hey, kom maar vechten. Nee. Oh, heb ik soms wel echt dat ik met randomizer dat ik twijfel of ik nou in een trainer battle zit of een wild battle. Dan denk ik, kan ik nou wegrennen of niet? Ja. Oh jezus, dat Merwerkje doet wel veel damage. Oh twee my. Headbutts. Ik was bijna oh dood. My. Ik kom in één keer een Flareon tegen. Die gaan we proberen te vangen hoor. Doe maar. Een wilde Flareon. Lekker. Ik kan Fury's Vibe doen, maar dan gaat hij waarschijnlijk dood, of niet? Hij is level 10. Ah, joh, probeer maar. Hey, ik kwam wel een Vaporeon tegen net. Vaporeontje? Ja, nou, we hebben in principe water-Pokémon natuurlijk niet echt nodig, maar... Nee, maar ik kwam wel tegen. Je kwam hem wel tegen, goed tegengekomen van je. Please, leef! Yes! Zoals... Oké, mijn Lombre is 22. Is wat? Hij is level 22. 22. Zwaaiontzwanzig. Lekker hoor. Mijne is ook level 22. Oh, heb je weer voor. Godverdomme! Dus is je, wat is beter? Je Duits of je... Oh nee. Je kan blijkbaar geen Pokébal gooien als de tegenstander nog twee Pokémon heeft. Het zeg maar, dit punt in de game komt er een of andere chick in je team. Dus je krijgt telkens dubbelgevechten. Mm-hmm. Maar we hebben nu een dubbelgevecht tegen twee wilde Pokémon. Maar kan dus die andere niet vangen. Omdat het een dubbelgevecht is. Die anders ook maken. Dat is fucking kut. Ja, succes. En dan gaat die andere gaat hem dood maken. Ja, nu gaat hij dood. Ja, dit is verschrikkelijk. Ik had gewoon weg kunnen rennen. Please miss. Nee, Ralts, why? Heeft die Ralts hem gekild? Hij heeft hem vermoord. Vermoord. In koele bloeden. It was not meant to be. It was not meant to be. Ik vang wel een fucking shiny Charizard ergens anders, joh. Fuck dit spel, wat te flatsen. Ik heb een shiny Charizard in Pokémon Go. Ah ja, maar hoe werkt dat dan? Is het dan een hele kleine kans dat ze shiny zijn? Of is gewoon de hele dag lang alles een beetje shiny? Dat was de event, zeg maar, dat je drie uur de tijd had om allemaal Charmanders te vangen. En dan is de kans op shiny best wel redelijk groot. Ja, en ik zie af en toe van die foto's van zo'n event dat mensen echt in één keer vijf keer dezelfde Pokémon shiny hebben. Dat ik denk, wat de fuck is hier gebeurd? Hey. En dat is het event meuk ding is. Wat wil Lulted doen? Nature Power. Oké, ik ben eindelijk uit die toren. Top. Nou, je loopt achter hoor. Je loopt achter, Slakkie. Ja, maar weet je. Comeback, hè. Voel ja, nee. Ik ben ondertussen maar gewoon een beetje op YouTube aan het kijken. Ik doe een gasaanval op Scissor. Super dom. Had kunnen weten. Dus, waar wil je er meer over praten? Heb je nog iets wat Nee, absoluut niet. Oh. Ik wil niet over praten. Dit is eindelijk het moment. Je bent eindelijk in 1-op-1 call met je favoriete YouTuber natuurlijk. Wat is jouw wie is jouw favoriete YouTuber? Van Nederland? Ja. Oeh. Ik denk als ik zeg maar een beetje vanuit de mensen die wij dat werk kennen in de gaminghoek. Dan denk ik dat ik toch dom moet zeggen. Het spijt me. Ah, dat is geen probleem. Dat is bloed voor mij, hè. Oh, oké. Okay. Je broer, ja. Mijn broer. Dus dan mag het. Dus wie vind jij het leukst? Ja, mijn broer. Van YouTube dan Nederland? We komen gewoon de conclusie dat we allebei moeten stoppen met YouTube en dat we Don gewoon zijn ding moeten laten doen. Ja. Maar hij heeft nog niet 1 miljoen dus. Weet je, ik dacht dat hij het wel had. Nee. Jij mag Don, je kan helemaal niks jij. Niet eens 1 miljoen abonnees, loser. Ja, vandaag tegen. Zou je vorig jaar al moeten halen. Het is net op de helft van 2018. Had gewoon nog een district moeten maken en had het geld. Ja, gooi gewoon even extra districtje. Kom op, doe even je best. Ja. Gewoon eentje op Serpent Gameplay. Ik kreeg misschien nog even gewoon zo'n lekker kapseltje. Gewoon dat lekkere stemmetje, hè? Ja, lekker. Lekker. Dan kom je mijn bed vooruit. Nou, ik heb mijn Pokémon weer geheeld. Top. Ik heb ook gehoord dat hij heel goed is in Fortnite. Misschien wel de beste van Nederland. Nee. Het zit wel in de familie, maar dat is... Oh, kom Aakron tegen. Ik heb geen idee waar je bent momenteel, behalve dat ik voorloop. Dat is het belangrijkste. Ja, ik kom gewoon Aakron tegen als in het wild. Weet je wel, dat meteen grote beest. Oh ja, oké. Ik zit echt te twijfelen of ik hier de moeite wil doen om alsnog die Flareon te gaan vangen. Maar dat gaat waarschijnlijk echt niet lukken. Ik moet gewoon even Great Balls hebben. Ja, maar dat maakt de race wel wat spannender, hè? Rond welke gym ga je een beetje Great Balls krijgen, is een beetje de grote vraag. Denk na de tweede, derde? Ja, dacht ik ook de derde of zo pas. Denk na de tweede al. Dat zou fijn zijn. Ik heb nog wel redelijk wat doekoe liggen, denk ik. Ik heb laatst mijn doekoe allemaal uitgegeven voor 300 Pokéballs.
Je hebt 300 pokeballs gekocht. Ja, gedeeld door 10. Oh, niet heel denderend veel pokeballs. Nee, maar het zijn toch weer een aantal, hè. Ik had er eerst 0, dus 30 had er meer dan 0. Oh, die guy heeft die legendarische Pokémon, of die mythical Pokémon in dit geval. Die Shaymin, die egel. Ah, die egel. Ja. Die ik vind het echt raar dat een legendarische Pokémon is. De meeste legendarische Pokémon zijn super Pokemon. Cool. Van, kijk naar mij, ik ben de coolste Pokémon ooit. Dan heb je Shaymin. Hey, ik ben een groene egel. Hallo. Ja, maar dat zijn maar net als Mew en Jirachi, Celebi zijn ook geen legendarische, ze zijn mythical Pokémon. Ja, dat is waar. Die lijken ook helemaal nergens op natuurlijk. Nee. Deoxys is ook mythical, is geen legendarische Pokémon. Hoe kut is dat? Huh? Is Deoxys geen legendarische Pokémon? Nee. Hoezo niet? Ja, hij is mythical. Oh, mythical. Ik heb het ook niet bijzonder. Je hebt mythical en legendaries ofzo. Ja, blijkbaar. Ik vind andere dingen. Ik vind gewoon een legendarische Pokémon, maar dat ben ik dan weer. Hè? Ja, weet je, dat zou ik ook zeggen, maar ja, weet je, ik bepaal het niet. Je werkt niet bij Pokémon. Je krijgt misschien een gratis Switch van Nintendo, maar dat betekent niet dat je bij Pokémon werkt. Nee, was maar zo. Hoe kan je zo zeggen van, doe die maar niet. Ik weet niet, man. Gewoon invloed had, oh. Wat vind je van die nieuwe Pokémon game voor de Switch dan? Die Eevee en Pikachu? Yes. Hij is bijna perfect. Echt? Het enige wat. Ja. Je hebt een gedeelte, zeg maar, dat je. Je kan wel met trainers vechten, maar als je Pokémon tegenkomt, dan moet je ze per se vangen of niet. Ik kan ze niet, zeg maar, bevechten. Ah, je moet ze echt alleen maar gooien, zoals in Pokémon Go, zeg maar. Vind je dat fijn? Dus je kan... Nee. Maar dat daar bouw je gewoon. Ja. Ja, ik vond het oude systeem wel prima. Ja, daarom. Nou, ik weet niet echt. Ik weet nog niet echt of ik er hype voor ben. Ik vecht tegen een Electrode. Het ziet er wel mooi uit, in ieder geval. Kijk, ik hoop dat mijn Coward kan tanken tegen Electrode. Oeh, een Grimer. Doet hij explode? De Grimer bedoel je? Nee, de Electrode, waar ik hem tegen vecht. Dat is echt mijn grootste angst, dat ik ooit in mijn leven een shiny Electrode tegenkom dat hij dan zelf destruct doet ofzo. Of een Abra die weggaat. Een Abra die teleport. Echt, janken. Janken tot mijn ogen eruit liggen. Oeh, een Vulpix. Dat is wel even sexy. En een Octillery. Ik denk dat een van mijn lievelings-Pokémon is oprecht Octillery. Ik vind hem gewoon een fucking grappige man. Octillery, Octopus. Zeer sexy Octopus, yes. Ja, die vind ik ook wel leuk. Een schatje. Gewoon leuk dat hij heel erg anders wordt. Wat bedoel je anders wordt? Nou, gewoon zijn dus run rate. Oh ja, dat inderdaad. Dat vind ik ook. Dat je kan totaal niet voorspellen hoe hij eruit ziet. De meeste Pokémon is gewoon flikkeren een paar extra armen op of zo. Maak hem wat groter. Boom. Ja. Het is van, hey, het is niet wat anders. Het is zeker wat anders. Die Octillery ga ik niet proberen te vangen, maar die Vulpix neem ik denk ik wel mee. Op welk level evolueert hij in Ninetales? Dat is even de grote vraag. Heb je daar een Moonstone voor nodig? Level... Firestone, dacht ik. Hij toch niet krijgen. Gaan we het toch nooit lukken? Of het was level 20. Eén van twee. De twee. Ja, je moet in Pokémon... dat weet sowieso niet zo. Ik denk, in Pokémon Go heb je geen stone nodig, maar dat heb je alleen nodig voor die speciale evolves natuurlijk. Ja, dan heb je uiteindelijk wel bepaalde stenen. Maar niet de originele. Ik ga waarschijnlijk doodmaken nu. Alhoewel! Yes! Nee, Ralt! Ja, Ralt! Wat doet Ralt? Hij deed een attack die geen damage doet. Dus ik dacht helemaal in het rode gebied nu. Vang die Vulpix, Rick. Kom, Rick, je kan het. Kom op! Come on! Nu gaat Ralt hem doodmaken. Fuck jou, Ralt. Brand. Gaat hij? Maakt hij hem dood? Ik heb hem. Oh, lekker. Ik had deze Pokémon Dickpick moeten noemen, aangezien... Oh, ik ben letterlijk met elke trainer aan het vechten. Ik weet niet waarom ik dat doe. Even automatische piloot, on the grind. Ja, I'm grinding mijn Pokémons. Precies, ik noem je Fortnite. De Pokémon zijn gewoon prima level. Gewoon niet nodig dit. Oké, Pokémon Flame, stop. Die is dood. Ben je dan aan het opzoeken? Wat ben je aan het opzoeken? Ik ben niks aan het opzoeken, ik heb mijn Pokémon gewoon Fortnite genoemd. Oh, ik hoorde je typen namelijk. Ja, ik was de naam van de Pokémon aan het intypen. Kan je het gewoon typen? Oh nee, met mijn toetsenbord, maar met de pijltjes toetsen was ik... Doe je dat met je muis? Ja, ik deed het ook in mijn muis. Dat is echt veel sneller. Waarom doe ik dat nooit? Ik ben even helemaal vergeten dat onderste scherm een touchpad is, zeg maar. Ja, dat maakt niet uit, joh. Wat? Vergeet allemaal wel eens wat. Ik heb een raadseltje voor je.
een raadseltje waardoor als je het antwoord weet, dan voel je een sukkel. Zin in? Ja, vooruit. Wat is gek doen. Heel veel bakjes drinken, zoals Wiki en zo. Ja. Daar staat tekst op in het Nederlands en in het Frans. Waarom is dat? Wat staat wat? Zeg het nog een keer. Heel veel pakjes drinken en zo, voor kinderen en meuk, zoals Wiki. Daar staat de beschrijving vaak op in het Nederlands en in het Frans. Maar niet in het Engels bijvoorbeeld. Waarom is dat? Ik heb geen idee. Het is voor die fucking Belgen, omdat ze daar allemaal Frans praten en zo. Goddammit. Ja, wie denkt er ooit aan België? Nooit dat ik denk, ja, oh, misschien... Nee. 10% van mijn kijkers, maar hey... Ja, ik heb ook iets van 10% Belgische kijkers, maar ja. Precies de 10% Belgische kijkers die je wel kan missen. Nou, weet je, moet je niet zeggen. Wees kwijt. Ja. Nou, ik bedoel, als je kijkt naar de bekende Belgische YouTubers, is dat ook niet heel veel voor natuurlijk. Als ik nu verhuis naar België, dan zit ik geloof ik in de top 3 Belgische YouTubers. Hij heeft het wel even geklikt. Je hebt Unagis, maar die heeft het hele kanaal verwijderd, lijkt wel opeens momenteel. Dus die valt weg. Je hebt alleen Acid en dan ben ik nummer 2 Belgische YouTuber, denk ik. Nou. Oh nee, je hebt er nog Cassie op, denk ik, misschien. Wie houdt het allemaal bij? Er zijn zo gigantisch veel YouTubers, niet normaal, joh. Ja, als je Nederland even bijpakt, hey. Ja, gaan ze een boek maken met de top 100 YouTubers, staat er gewoon niet in. Wie had dat verwacht? Plot twist. Hey. Stond jij erin? Nou, ik sta er wel in, hey, wat leuk. Welke plek? Weet ik, vind het ergens in het midden of zo. Je hebt het niet eens helemaal boven je bed gewoon hangen, de bladzijde. Nee joh. Volgens Ronald stond er niet in. Nee? Nee, Ronald, de King staat op 100, dus die staat waarschijnlijk boven de King. Ja, dat goed gedaan. Goed. Maar ik kom een Mendefee tegen. Oeh. Dat is wel vet. Zal ik hem missen voor Pokémon? Neem hem mee, hè? Leef je uit. Nee, ik maak hem dood. Kan ook, jouw feestie. Ik heb nu een kut gehad, dat is wel fijn. Kut voor je. Ik ben nog steeds niet bij... Oh god, ik kan niet met je vechten. Snel. Oh, ik heb geen enkele Pokémon die kat kan leren, dat is kut. Hey. Nou, dan gaan we even op jacht, I guess. Ik zie voor mij nu het huisje waar jij zeg maar hebt geheeld. Dan moet je het hele bos nog door. Oh my god. Maar ik kom nu ook gewoon weer een trainer tegen. Dat is helemaal leuk. Even iets van een gras-Pokémon vangen. Kan een Pidgeot ook kat, ja toch? Jawel. Denk het wel. Denk het ook. En die kan ook fly, dat is helemaal prima. Ga je een Pidgeot vangen? Even vangen met Fury Swipe, hopen dat hij niet doodgaat. Sterf niet! Oeh, ik ga mijn Lotad niet meer trainen. Hij heeft 69 HP, wat wil je nog meer? Het magische getal. Welk level is jouw Lotad? 24. Oh, mijn ook, maar mijn heeft minder HP dan jouw. Kijk, waarschijnlijk is hij dan weer sterker of zo. Ja, een HP misschien. Zou nu ondertussen even moeten battlen, even kijken wie de sterkere Pokémon heeft. Dat zou wel lekker zijn. Hoeveel Pokémon heb jij in je team? 3. Nou, ik heb wel 4 hoor. Ja. Jezus. Ik ben niet zo blij mee. Oké, halen. Gewoon Pokéballs blijven spammen. Hier aan moet. Oh, dit is voor kat. Fucking Pidgeotto. Oké, ik zit eindelijk in het bos hoor. Nou, veel sterkte. Oh ja, is dat gymleader toch die met je meeloopt? Is dat de gymleader? Ja. Ik dacht gewoon willekeurig gecheckt met haar alts. Zal wel. Volgens mij was het de gymleader. Geen respect voor de getoond. Ze ging de hele tijd dood en zo onderweg met haar alts, dus... Als ze de gymleader is, is ze een triest, matige gymleader. Please, erin! Dubbel battle top. Nou, lekker door heel het bos heen. Leuk. Lek. In de tijd dat wij zeg maar bijna de tweede badge hebben, zouden de speedrunners de game uitgespeeld hebben. Yep. Maar die gebruikt op een gegeven moment wel een trucje. Op een gegeven moment krijg je de fiets en dan kun je door de hele map heen glitchen. En dan glitch je gewoon in één keer aan het einde van de Elite 4 toe. Ja, maar dat gaan we niet doen, hè. Niet? Nee, het is niet leuk. De serie is een beetje kort. Ja, dat is wel waar. Ik wil wel graag deze video. Ik wil wel graag zoveel mogelijk afleveringen van deze serie hebben. Ja. Ik ben nu oprecht gewoon tijd aan het trekken door deze vogel te vangen. Dat lukt helemaal niet natuurlijk. Dat wist ik wel. Hij ben nog steeds bezig. Ik heb denk ik nu al 8 pokeballs gegooid door deze fucking Pidgeotto. Hey, mijn lul leert Bobbeam. Lekker.
fijn dat je lul nog dingen blijft leren.